teruggeven de huishouden aan welk van hun adviezen het meest in de wind wordt geslagen vanwege de kosten. Op 3 staat dat patiënten hun voorgeschreven medicijnen moeten ophalen bij de apotheek. Op 2 dat ze naar de fysiotherapeut gaan of een andere medicijn voor te nemen. Maar het gaat om psychologische hulp van het TGV-instelling. De huisartsen moeten de noodhulp voor hun kunst geven van dat er. Er kunnen echt goedkopere medicijnen zijn. Dat is een afspraak aan de huisarts, niet naar het van naar het ziekenhuis. Ik vind u wel de tijd niet leuk op aan Nederland. Nederland wil dat er een missie blijft voor Afghanistan, dat wij Nederland ook militairen moeten leveren. Maar de zaak is niet zo gevoelig dat minister Hennep vandaag weigert commentaar te leveren. Pas na de zomer.